Henk Kralsoer doet hij nog hoofdredacteur hier van de G-krant geen pensioenpremie van zijn personeel betellen ha. Dat meldt de Volkskranten van hem aan. Reden van Kral om op te stappen. Het rommelt al langer in de partij. Vliene Wieke stappen drie bestuursleden op. Dat kan natuurlijk net. En zeker wanneer je in de politiek de oerhieten van beschuldig je dat ze een graai die aan hij in de kost van het AWP, dan moet je net de indruk wekken dat je zelf werknemers benadeeld hebben in je pensioenuitkering. Dat zei Henk Rol trouwens zelf, dat is foutwest. En daar verbindt hij zijn consequenties aan. Waterlander en andere Friese partijleden binnen net van slag toch een paar mensen niet er loonlijk mooi op horen. Ik denk dat per saldo het net trotslag jouwt waar het brengt, maar dat het erom gaat wat er gebracht wordt. Op het moment dat de Nijmeesken die het stokje van hem oernemen, datzelfde u dragen, ben ik er net benauwd voor dat de kiezers verder in zullen. De Friese afdeling gaat dan ook gewoon trom de tarierings van de Friese statenverkiezing in 2015. Wichtige thema's binnen de wentebouw en de zorg.